Afvalwaterzuivering, een technisch hoogstandje. Lekker douchen, de afwasmachine aanzetten en naar de wc gaan. We vinden het allemaal heel normaal dat ons water wordt afgevoerd. Maar waar gaat dat water allemaal heen? En wat gebeurt er dan mee? We willen natuurlijk geen viezigheid in onze rivieren krijgen. Daarom wordt het afvalwater via de rioolgemalen naar de afvalwaterzuivering gepompt, waar het wordt gefilterd en gezuiverd voordat het weer terug de natuur ingaat. Dit proces van riool tot rivier is volledig geautomatiseerd. Dit betekent dat de rioolgemalen en waterzuiveringen zichzelf kunnen regelen. Bij een storing wordt er overdag bijgestuurd vanuit de centrale regiekamer. En buiten werktijd doet de wachtdienst dit op afstand. Want we willen ook 's nachts een storing snel kunnen oplossen. Uit het afvalwaterzuiveringsproces komt een hele hoop data voort. Die data komt samen in het centrale systeem dat we samen hebben gebouwd met andere waterschappen. Door op uniforme wijze te rapporteren in het landelijke zuiveringsinformatiesysteem kunnen we prestaties tussen de waterschappen onderling vergelijken en de waterzuivering nog slimmer en efficiënter regelen. Goed geregeld, toch?